Zullen we alles eerst even het woord doen? En dan zou ik zo een oproep doen voor gebed. Zullen we dat doen? Ja? Oké, dat vind ik echt een heel goed plan. Ja, halleluja. Nou, oké. So, I'm gonna round up very quickly, oké? No matter what you see. Maak niet uit wat je ziet. Speak victory. Praat victory, overwinning. Don't speak defeat. Praat geen verslagenheid. Speak victory. Praat overwinning. You will overcome, says the Lord. Je zal overkomen, zegt de Heer. Trust me. Vertrouw mij. I am your protector. Ik ben jouw beschermer. I am your shepherd. Ik ben jouw herder. I am your strength. Ik ben jouw kracht. I am your guiding light in the valleys of life. Ik ben jouw licht in de vallei van het leven. And your commitment in the dark. En je overwinning in het duister. That is the thing that gives you victory in the light. Dat is het ding dat je overwinning geeft. Because many times you are praying. Want vele momenten ben je aan het bidden. And nobody sees you, nobody hears your cry, but I see it, says the Lord. Maar de Heer zegt, ik zie jou. Consistency, dear people of God. Blijf volhouden. Consistency yield results. Volharding biedt oplossingen. Consistency is the key. Vasthouden is de sleutel. In this season we cannot be a people who come to visit very. Dear Lord, I thank you for this day and I thank you for the day. In dit seizoen kan je niet komen tot de Heer en zeg je, dank u Heer. Don't expect divine visitation if you are just a visitor. Woo! Verwacht niet die fijne bezoek als je maar een klein stukje geeft. Don't expect divine visitation. Verwacht geen divine if you are a visitor. Als je maar een in this season, hebt, in dit seizoen, the best place to be. Het beste plaats is om te zijn. At the feet of Jesus. Bij de voeten van Jezus. Stay in His presence. Blijf in zijn. Hunger His presence. Thirst His presence. Blijf hunger in zijn glory. Hunger His word. Stay in His word. Meditate on the word. Meditate in het woord. That is the best place to be. Dat is de beste plaats om te zijn. You can't have the victory without a decree. Je kan niet overwinning hebben zonder een declaratie. Job 22:28 zegt. You shall decree and declare a thing and it shall be established. Je zal een ding verklaren en het zal blijven staan. You have to rise up. Je moet opstaan. Speak with victory. Praat met overwinning. Speak with authority. Praat met autoriteit. I have given you authority, ik heb je autoriteit gegeven, zegt de Heer. This time loud. Deze keer hard. The key to your victory is to know Him. De sleutel naar victory is om Hem te kennen. The key to your victory is intimacy. De sleutel naar overwinning is intimacy. Intimacy is the key to the door to the access and the access to the rehab. De intimiteit is de sleutel naar the door, de deur, de to deur the access, en naar over de doorgang. Yeah, yes. To the kingdom manifestation. Naar de koninkrijk manifestatie. The key. De sleutel. To your victory is to gaze on your good shepherd. De sleutel naar je overwinning is Halleluja. Om je blik te richten naar je herder. Glory to God. Glorie aan de Heer. I want to round up. Ik wil het afronden Ezekiel met. Ezekiel 37. I want to read that. Ik wil het even voorlezen. I don't know where my Bible book is here. Yeah. Okay. Halleluja. Glory to God. Ezekiel 37 zegt. I'm going to read to 1 to 7. Ik ga 1 tot 7, tot met 7 lezen. The hand of the Lord was on me. And He brought me out by His Spirit. And He set me down in the middle of the valley. It was full of bones. He led me all around them. There were a great army of them on the sacrifice of the valley. And they were very dry. Then He said to me, Son of man, can these bones live? I replied, Lord, only you know. He said to me, prophesy concerning these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Lord God said to the bones. I will cause breath to enter you and I will make you to live.
I will put tensions on you and make flesh grow on you and cover you with skin. I will put breath into you that you will come alive. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was being commanded. While I was prophesying, there was a noise, rattling sound, and the bones came together, bone to bone. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde, Heer mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer, beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie bezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heere ben. Ik profeteer zoals mij was opgedragen. En zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Halleluja. Halleluja. So here you see the prophet Ezekiel. So here see the prophet Ezekiel. The Bible says the Spirit of the Lord brought him into that dryness. De Bijbel zegt dat de geest van God hem daar naartoe. So again, sometimes the Holy Spirit allows you. Soms de Heilige Geest laat het toe dat je door bepaalde situaties heen gaat. But it's not always negative. Maar het is niet altijd negatief. He is with you. Hij is met jou. He covers you. Hij and Ezekiel jou. Was. What I love about this story is that there is a conversation. Van dit gesprek, van deze, dit verhaal. There is a conversation. Er was een conversatie. The Spirit of the Lord. De Geest van de Heer. En Ezekiel. They had a conversation. Zij hadden een gesprek. So keep on having a conversation. Dus hou blijf een gesprek houden met de Heer. No matter what situation you are. Maakt niet uit door wat voor situatie je bent. Keep on talking to yourself by Aaron. Blijf praten keep on met talking to your victorious banner. Blijf praten keep met on je talking overwinning. And relieving je your heart towards to your blijf daddy. Praten en je and hart. And Ezekiel so wise that he was, he said. En Ezekiel was zo wijs dat hij zei. Only you know. Alleen u weet het. Only you know. Alleen u so weet he het. Knew dus that the power was only in God. Was alleen in God. And so now God's spirit is en there. Toen Gods geest dat the was daar. The spirit of life is there. De geest van leven was daar. So that God was moving. Dus God was and Ezekiel needed to move with God. En Ezekiel niet moest so you bewegen. Better move when God dus je tells moet bewegen you als God zegt, beweeg. Because the Spirit of the Lord told want de Ezekiel, geest van God zei tegen Ezekiel. Son of man. Zoon van mensen. Can these dry bones live? Kan deze droge beenderen leven? And the Spirit of God told him. En de geest van God zei tegen prophesy. Hem. Profiteer. Hear the word of the Lord. Hoor het woord van de Heer. Not the words of Sandra. Niet de woorden van Sandra. Not the words of Sarah. Not the words niet of you. Niet de woorden van jij. Not your emotions. Niet je emoties. Not your pain. Niet je pijn. Not your shame. Not your, not your own things. Not je eigen dingen. But. Maar. The word. Het woord. Because the word is want sent het woord. To never to return back for you. Gaat om nooit meer ledig terug te keren. It restores you. Het herstelt je. Your mind, your body, your spirit, your soul. Je gedachten. And je spirit, if you have the Spirit of God in you. En als je de geest van God in jou hebt. And you drink from that living well. En je drinkt van de Johannes 7:38 says. Van Johannes 7:38. That there is a river out of your belly flowing. Like a living water. Van levende water. That means if God is inside of you. Dat betekent als God in jou is. You are. Jij bent. That living water. Dat levende water. In the valley. In de vallei. And things must come back to life. En dingen moeten weer terugkomen tot leven. Halleluja, halleluja, amen. Amen. I prophesy. Ik profeteer. There will be a sudden shaking. Daar zal een plotselinge schudden zijn. The Bible says de Bijbel zegt, there was a shaking. Was er een schudden. Boom. Came back to bone. Kwamen met de benen tot benen. I prophesy suddenly. You will see that breakthrough. I prophesy suddenly.
suddenly there will be a change. I prophesy suddenly that child will come home. Dat kind zal thuis komen. I prophesy suddenly your healing will manifest. Zal je heen, I prophesy suddenly the door will be open that no man can shut. Dat die deur gaat openen en dat ik profeteer suddenly you will give birth. Zal je geboren I prophesy suddenly ik profeteer zo you will give birth. Zal je geboorte geven. Can a nation be born in one day? Kan een natie geboren worden yes, in één dag? Ja, het kan. I prophesy to your womb naar je, suddenly you will give birth. Plotseling zal je geboren suddenly you will give birth. Suddenly, hear the word of the Lord. I speak to your womb. Be fruitful. Be fruitful. Be fruitful. You are born to multiply. You are born to be fruitful. I prophesy to your womb. Be fruitful. Suddenly, plotseling, you will carry your baby. Zal je je baby dragen? Yes. Suddenly. Plotseling. So don't sleep in the night. You have to work for it as well. Slaap niet in de nacht. Je moet ook ervoor werken, hè? The Spirit of the Lord is doing His part. De Geest van God doet zijn gedeelte. You have to do your part. Maar jij moet ook jouw gedeelte doen. Halleluja, is het God doen? Is God. Are you guys boring? Zijn jullie vinden jullie het saai? Are there still living bones here? Zijn er steeds levende benen hier? Als je later terugkijkt, heb je iets te doen. Is to be a part of the army of the Lord. Een deel te zijn van het leger. Is there anybody who needs to give their life to Jesus Christ? Is er iemand hier die hun leven moet geven aan Christus? Everybody has accepted Jesus in their life. Iedereen heeft Jezus aangenomen. Halleluja, glory to God. Glorie aan de Heer. So you, if you maybe look back later. And you want to accept the Jesus that we are talking about. En je wil Jezus aannemen, de Jezus waar we het over hebben. Maak je hart open, zeg Jezus. I come to you. Ik kom tot u. I've tried it on my own. Ik heb het op mezelf geprobeerd, maar het werkte niet. But I come to you maar today. Ik kom naar vandaag tot u. And I believe that you are the Son of the Living God. Dat u de Zoon van de levende you are the living God son of the ik ben living de levende Zoon van de levende and that you God. Died and that you rose again. U bent omgekomen. And today, en u bent uit de wereld opgestaan. En vandaag, forgive me. Confess ik, I vergeef you mij. Ik neem u aan. As my Lord. Heer, as my Savior, als mijn redder, and from today, en vanaf vandaag, I walk hand in hand with loop you. Ik hand in hand met u. Hallelujah. Hallelujah. And if you did that, en als je dat hebt gedaan, congratulations. Gefeliciteerd. You are a part of the remnant rising. Een deel van het overblijfsel van de Heer. You are a part of the army of the Lord. Je bent een deel van het leger van God. And nobody has told you that the battle will be quiet. Heeft gezegd dat de strijd but we can go zijn into the battle knowing that he is our Sabaoth. And he has fight the battle for us. En hij heeft de strijd voor jou gewonnen. We can go into the battle victorious. Knowing that we are victorious. Weet dat we victorious zijn. Sometimes the enemy just want to make us quiet. Soms wil de vijand ons we are staying in warfare. In oorlogs. Oh, you do not sleep. You do not slumber. And then he's making you quiet. Maar hij maakt je bang. The Bible says. Quiet, still. Yes. The Bible says. You are a good shepherd. U bent een goede herder. He is a good shepherd. U bent een goede herder. And the Lord is saying you can rest zegt, in my promise. U kan rusten in mijn belofte. You can rest in my promise. Je kan rusten in mijn belofte. You do not have to battle all the time. Je hoeft niet steeds te strijden. I am with you. Ik ben met je. Amen. I want to round up now ik wil for het, sure. Ik wil het afronden. And I want to decree a victory decree en over you. En ik wil een victory decree over het jullie uitspreken. Halleluja. So if we can stand on our dus feet. Dus als je op kan staan.
I prophesy. Ik profeteer.